Hij beklimt op blote voeten besneeuwde bergen en hij staat zonder problemen 70 minuten lang in een bad met ijsklontjes. Wim Hof, beter bekend als The Iceman, weet extreme kou te weerstaan. En hij zegt dat hij ook zijn immuunsysteem zelf kan beïnvloeden. Iets wat volgens wetenschappers helemaal niet mogelijk is. Ruim een jaar lang deed het UMC Sint Radboud in Nijmegen wetenschappelijk onderzoek naar hem. Is hij een medisch wonder of niet? De resultaten zijn volgens de wetenschappers opmerkelijk. Oké, Wim. Ja? Dit is de endotoxine. Oké. Een hele lage hoeveelheid. Dus het laatste moment om nee te zeggen is nu. Maar ik begrijp dat je door wil. Nee, 100% doorgaan. Oké. Nou, ik ga toedienen. Daar merk je niks van. Let's battle begin. Stimulatie. Die moeten naar de meisjes. En daar komt hij. Je gaat niks acuuts merken. Maar pas als wat merkt, is het over en af. Maar ondertussen is het lichaam me wel al bezig, hè? Ja, correct. Dus ik ga ook even... Jij mediteert gewoon door. Ik ga in de oppositie. Het is 31 maart. Wim krijgt een injectie toegediend van een dode bacterie. Ongevaarlijk, maar toch. Een normaal mens wordt hier wel een uur of drie ziek van. Het zit erin. Succes. Dankjewel, Peter. Wim Hof, de Iceman. Dit is zoals we hem kennen. Een man die urenlang in een bak met ijsklontjes kan staan. 8 o'clock now on a Friday morning, January 25th, 2008. A chilly morning for most folks on the plaza. Really, really chilly. Een man ook die in zijn blote bas de Mount Everest beklimt. Een man die een halve marathon in Lapland loopt. Op blote voeten en slechts gekleed in een sportbroekje. Bij min 30 graden. Een man ook die meters onder het ijs zwemt, van wak naar wak. Hij doet het onmogelijke. Wim is eigenlijk een attractie. Leuk voor de televisie en leuk voor recordpogingen. Wim is natuurlijk een gekke kerel. Het is een man die altijd grenzen verlegt voor zichzelf. Altijd bezig is grenzen te verleggen en op te zoeken. En wij kijken natuurlijk, als broer en zus, kijken wij op een gegeven moment wel gek. Hé, Wim, je hebt kinderen. Wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? En toch was hij er altijd wel heel goed gefocust mee bezig en geconcentreerd. Sinds kort gaat Wim een stapje verder. Hij wil graag een andere overbrengen wat hem zo uniek maakt. Wim tart alle natuurwetten en wetenschappers staan voor een raadsel. Hij zegt ook dat hij zijn immuunsysteem kan beïnvloeden en op die manier dus ook ziektes uit zijn lichaam kan houden. Ik heb net vorige week een mail gekregen uit Amerika dat ik een hoofdstuk ben geworden in een nieuw te komen boek in Amerika, Medical Mysteries. Ik ben een medical mystery, maar ik wil dit nog wat verder. Inderdaad, van circus act, tot wetenschapper, wat betreft mijn lichaam is mijn laboratorium. Wim Hof is tot voor kort eigenlijk een circusartiest. Een man die zijn geld verdient met uitzonderlijke prestaties waar het publiek versteld van staat. In mei van het vorige jaar verandert alles voor hem. Wetenschappers van het UMC Sint Radboud zijn zo onder de indruk van Wim dat ze nader onderzoek willen doen naar de Iceman. Kan hij inderdaad het autonome zenuwstelsel en daarmee zijn immuunsysteem beïnvloeden? Iets wat wetenschappelijk nooit is aangetoond. Theoretisch gezien is er die mogelijkheid wel, maar ja, dat een mens dat... zeg maar met willens en wetens kan beïnvloeden. Ja, dat zou uniek zijn als we dat zouden kunnen aantonen. Dat is nog nooit gebeurd. Wim Hof is sinds vorig jaar ook in de wetenschappelijke wereld de talk of the town en verschijnt in diverse talkshows. De vraag natuurlijk aan deze tafel is: kunnen wij dat ook wat u kunt? Ja, en ik ben nu in de staat om op kamertemperatuur mensen, gewoon normale mensen, middels relatief makkelijke technieken in relatief korte tijd, minder dan een week, om daar ook het immuunsysteem te leren beïnvloeden. Het is 14 juni van het afgelopen jaar. Wim gaat naar het UMC Sint Radboud in Nijmegen, waar onder meer een hersenfilmpje wordt gemaakt en het hartritme wordt gemeten. Want wat gebeurt er als Wim mediteert? We willen u niet beïnvloeden voor de volgende stap van het experiment. Dus we gaan u niet vertellen wat de resultaten zijn. Dat wij even zien de volgende keer wat precies gaat dan gebeuren. En daarna komen we bij elkaar allemaal en dan bespreken we alle resultaten. Dus niemand behalve wij zullen de resultaten weten tot eind van de volgende keer eigenlijk. En dan is het lang.
heel lang wachten. De belangrijkste test moet nog komen, het inspuiten van een dode bacterie. Het is de ultieme test voor Wim. Hiermee kan hij bewijzen of hij invloed heeft op zijn immuunsysteem. Het is de test waar Wim al zo lang naar uitkijkt en waar voor hem alles van afhangt. Het duurt lang voordat het groene licht kan worden gegeven. Maar dan, na ruim 9 maanden, keert Wim terug naar het UMC Sint Radboud. Op 31 maart van dit jaar is het zover. Het is spannend natuurlijk, hè? Dus spanning voel ik. Aan de andere kant van, ik weet niet precies wat er op me af gaat komen, maar ik ga natuurlijk de aanval in. En nu gaat er, nu krijg ik LPS toegediend, dat is een bacteriewand, een gif. En het immuunsysteem gaat daar heftig op reageren door ontstekingseiwitten aan te maken. En dat veroorzaakt koorts, rillen, hoofdpijn, een zware griepgevoel, ellendig gevoel en dergelijke. En dat probeer ik dus te onderdrukken. Nou, ik ga toedienen, dan merk je niks van. Let's battle begin. Goed Wim, we zitten nu 2 uur en een kwartier na de endotoxine-toediening. We hebben goed kunnen mediteren. Op een gegeven moment voelde ik een beetje hoofdpijn opkomen. En ik dacht van, ja, dit is nog niks natuurlijk of zo. Maar dat nam ik als referentiepunt om, oké, daar moet ik tegenin. En nou, na 10 minuten was die weg. En sindsdien is het niks meer teruggekomen. Je hebt geen last gehad van rillerig gevoel? Pijn in je rug, spierpijn? Nee. Maar dan, ik ben wel iemand, I'm a tough guy. Ja. Ik kan veel verdragen. Mijn tolerantiegrens erg hoog. Ja. Sommige mensen zouden moeten overgeven en koorts moeten krijgen. Maar Wim wordt helemaal niet ziek. De artsen vinden het opmerkelijk en zijn benieuwd naar de laboratoriumuitslagen. Is Wim Hof een medisch wonder? Kan Wim Hof iets wat wij niet kunnen? Of is het iedereen aan te leren? Voor mij was het makkelijk. En ik ben er gewoon diep gegaan. Maar ja, ik dacht ook, er komt een enorme dosis gif naar binnen. Dat immuunsysteem dat gaat werken als een tierenlier. Ik moet er iets tegen gaan doen. En ik moet het nu laten zien, waar ik eigenlijk al jaren op wacht. En nu kan ik hier het bewijs leveren in het Radboud. En ja, dat wil ik. Als het straks voorbij is, ga ik huilen. Is het zwaar? Is het zwaar? Nee. Dus, weet je wat zwaar was? De weg ernaartoe. Om het te laten zien. Het cynisme, de spot, de hoon. Het wachten. Nog meer wachten. De twijfel. Enzovoort. April 2011. Vandaag krijgt Wim de uitslag. En hij is daarom gespannen. Eerst wordt hij achter gesloten deuren geïnformeerd. En dan komen ze naar buiten. We hebben de uitslagen net besproken. Ja. En hij is onder de indruk en blij met hoe het Wim gepakt is. Ik ben blij, daarbinnen is het goed. Is er rust. Er is iets gebeurd hier. Iets goeds. Wim is blij, want de artsen van het UMC Sint Radboud hebben goed nieuws. Ze noemen de testresultaten in zijn bloed opmerkelijk. En blijkt dat Wim door zijn meditatietechniek cortisol, dat is een hormoon wat omhoog kan gaan, veel meer omhoog gaat dan andere proefpersonen. En daarbij hebben we gevonden dat de ontstekingseiwit in het bloed, en dat was het belangrijkste waar het om ging voor ons, dat ongeveer op 1/3 tot 1/2 was van wat de gemiddelde normale proefpersoon produceert. In simpel Nederlands, er is inderdaad iets heel bijzonders aan de hand met Wim. Wijzen dus ook de bloedtesten uit. Het lijkt erop alsof hij in staat is op de een of andere manier de reacties van zijn immuunsysteem te beïnvloeden. Ik moet het een opmerkelijke bevinding noemen, omdat het zeg maar buiten de gemiddelde ligt van de proefpersonen die we normaliter meten. Tegelijkertijd moet ik heel voorzichtig zijn, omdat wetenschappelijk gezien is het heel moeilijk als één persoon afwijkende waardes heeft, om dan te zeggen het is nu bewezen dat het zo is. In de wetenschap gaat het altijd om dat je groepen mensen met elkaar moet vergelijken.
Dat is niet het geval hier natuurlijk. En daarom is het een opmerkelijke bevinding, maar die wel zo opmerkelijk is, dat het ons wel motiveert om nader onderzoek hierna te doen. En dus gaat het UMC Sint-Radboud door met het onderzoek naar Wim Hof. Nou, we zouden nu, om het echt zeg maar bewijzend te maken, zouden we dan een groep bijvoorbeeld moeten laten trainen van 10 personen door Wim. Die dan dezelfde techniek als Wim aanleren. En een andere groep van 10 personen dat niet laten aanleren. En dan deze onderwerpen aan hetzelfde soort onderzoek. En dan kijken of we die verschillen kunnen reproduceren. Circus de artiest, ja, dat is voor mij voorbij. Dit is terugkeren, is dit belangrijker voor mij. Hier gaat het om. Ja, totaal. Hier leef ik nu voor. Dit is mijn missie. En ik wil dat volbrengen en tezamen met deze experts op dat gebied, dan moet dat gewoon lukken. Wim Hof, een bijzondere man en uiteindelijk serieus genomen door de wetenschap.